May I ask you something? Do you want some carrots? Zij lekker en oranje. Zij is blij. Zij wil mijn wortels. May I ask you something? Do you want free carrots? I'm giving bananas. Why? Meisjes, ik bevind mij momenteel in mijn kribbe en ik ga eens even kijken of wij hier wat overheerlijke wortels kunnen gaan kopen. Want ik en mijn camera Aapman, die willen graag de medemens even een banaantje en een worteltje schenken. En wij gaan dus even kijken of wij hier kunnen vinden. Dit is mijn huis, ik heb erg veel toiletpapier, maar ik heb ook echt een hele hoop ijs en aardappeltjes en dat soort dingen. Want ik bedoel, ik ben een konijn, konijnen die eten uit onderzoek gebleken natuurlijk een hele hoop ijs en wortels en al dat soort koude shit. Maar nee, wij gaan dus even rond. Kijken waar de wortels liggen, want daar hebben we op het moment nog geen idee van. Oh, daar is een werknemer de boel even aan het uitpakken. Maar nou, dit is mijn huis, weet je, dat zijn ook mijn werknemers, dus dat scheelt. Ik kan het ook wel van deze meneer vragen, misschien weet hij het, maar ik loop eerst wel vanzelf. En als ik er niet uitkom, dan kan ik altijd iemand om hulp vragen. Want de mensen hier in Schotland zijn super behulpzaam als het gaat om konijnen met camera-apenmannen. Apenkameramannen. Laten we eens even kijken waar die overlukken. Wel super lullig als ze hier geen wortels hebben. Dan moeten we namelijk een andere winkel zoeken en dan zijn we hier voor niks aan te doen. Oh, hier, wortels. Ik heb ze. Dit zijn wortels. Hebben ze ook een andere zak met wortels misschien goedkoper? Hier hebben we geschilde wortels. Maar wij gaan niet voor de geschilde wortels. Wij zijn mannen. Wij gaan voor de wortels met schil. Oké, we hebben de wortels. Moeten we nog wat anders hebben? Nee, hè? We hebben alleen wortels nodig. Nou, cool. Dan moet ik even deze wortel. Ja, ik wil ze wel tussen mijn benen doen. Maar ik kan beter eerst even het geld erbij pakken. Dit gaat nog het ergste om het afrekenen. De afrekenen gaat zo ongemakkelijk worden. Ik ben heel benieuwd of de werknemers hier vaker een wortels hebben zien afrekenen. Ik denk van niet, maar ik weet het natuurlijk maar nooit in Schotland. Tuurlijk, ik als konijn wacht ook gewoon netjes in de rij. Ik zal nooit voordringen. Ik kan misschien wel over mensen heen springen om heel makkelijk voor te dringen. Maar dat doe ik niet. Ik misdraag mij of misbruik mijn konijnenkrachten niet. Oh my god, dat zijn paaseitjes met cadeautjes. Surprises. Oh my god, dat is zo leuk. Dat is mijn huis, dus eigenlijk moet ik niet zo enthousiast doen, want... Het zou best apart zijn als je in één keer dingen in je huis vindt waar je zo enthousiast van wordt. Mensen die vinden ons echt een bezienswaardigheid, geloof ik. Nu is alleen even de vraag van hoeveel zitten erin. Ik denk een stuk of 10, 15? Oh nee, 11. Oh nee, dat is de houtbrugstatus. Ik weet serieus niet hoeveel erin zit. Maar we delen ze gewoon uit. En we zien wel, als we heel veel hebben, delen we er heel veel uit. Als we wat minder hebben, zijn we gewoon gierige Nederlanders. En dan geven we er maar een paar. Kan ik het dan neerleggen? Hoe werkt dat hier? Dit is ook echt zo ironisch. Gewoon een konijn die wortels koopt met zijn microfoon op zijn mobiel geplukt. Ik ben heel benieuwd wat ze hiervan gaan denken. Oh, ik dacht dat ik aan de winkel was. Shit. Teleurstelling. Het is wel een leuke winkel dit trouwens. Hier hebben we geloof ik echt al 4 keer boodschappen. Hallo. Rabbit, carrots. Yeah. That makes sense, doesn't it? Yeah, yeah. There you go. 69p. Kijken hoe we dit meenemen. Oh, we hebben een rugzak. Maar tot de tijd doen we gewoon lekker onder mijn arm, lekker cash. Right. 931. Okay. Thank you. Thank you. Het moment is aangebroken. We gaan mensen het slachtoffer maken van een gratis wortel. Let's go! Ik ga het aan die vrouw vragen. Even kijken of zij geïnteresseerd is. May I ask you something? May I ask you something? Do you want some carrots? No? Oh. Nou, dat zijn verse wortels. Waarom zou ik geen verse wortels willen? Oké, nou, volgende. Wie wil... Ik ga het aan deze vrouw vragen. Zij ziet eruit als een wortelvrouw. May I ask you something? Do you want some carrots? Zij lekker en oranje. De kleur van Nederland. Nee? Oké. Hallo, do you want some free carrots? No? Oh, ook niet. Nou, dat is echt jammer dit. Ik reken net gewoon voor bijna een pond gewoon wortels af en niemand aanvaardt ze. Do you want some carrots? Free and fresh? Nee? Nee? Oké. Okay. Gewoon omdat ik Nederlander ben zeker. Do any of you want some carrots? Free and orange? Oh, oké. Okay. Well, I will try it. Do you want some carrots? No? Do you want some carrots? Zelfs de meeuwen die willen niet. Ja, die man die ziet er een beetje te dik uit. Die mag geen wortels. Do you want some free carrots? It's delicious. Oh. Echt, ik moet echt gewoon de tel zelf verkopen worden. Ik vind mezelf zo goed. Mensen die aanvaarden bijna mijn wortels. Ik bedoel, ik hoef alleen maar te zeggen dat ze lekker smaken. Ze geloof me. Sommige mensen die kijken al echt gelijk zo naar me van als jij aan mij vraagt of ik wortels wil, dan duw ik ze zo diep in een plek waar je ze niet wilt. Je wil niet weten. Nou, die man die kijkt ook niet erg blij. Die heeft zijn dag denk ik ook niet. Oh, die vrouw is wel aardig denk ik. Do you want some carrots? They're fresh. Ja, yeah, it's okay.
Ze denken geloof ik allemaal dat ik een GHB in heb gedaan of zo. Daarom vertrouwen ze het niet. Do you want some carrots? Free! Echt man, gaan we allemaal naar de McDonald's toe? Ongezond. Misschien is dit gewoon beter, dat ik het gewoon zo vraag. Misschien nemen ze wel een hapje, ik weet het niet. Do you want some carrots? They're fresh. En orange. Nee? Oh, die vrouw, ik zweer het je, dat wordt de eerste die mijn wortels wil. Zij is blij, zij wil mijn wortels. May I ask you something? Do you want free carrots? Fuck is shit. Oh, may I ask you something? Do you want some carrots? They're fresh. And orange. Oh, ja. Weet je, ze lachen wel en ze proberen wel vriendelijk te doen. Maar doet zeer aan mijn hart dat niemand mijn wortels wil. Ik zeg wel dat ze rotten zijn. Ik zeg, they're rotten. Sir, do you want some rotten carrots? Zelfs verrot willen ze niet. Dit is ongelooflijk. Moet ik wel bij een twerk of zo? Hier, carrots. Carrots. Ik word duizelig man, ik zweer het je. Hier achter mij zien jullie een goed voorbeeld van een stelletje wat 100% zeker mijn wortels gaat aanvaarden. Ik vind alleen die man er een beetje eng uitzien, dus ik weet niet of ik het ga vragen. Sir, do you want some carrots? Do you want some carrots? Do you want some free carrots? Dylan, ik denk dat jij het moet gaan proberen met bananen man, ze hebben echt geen zin in wortels. Even kijken of mij wel gaat lukken. Do you want some bananas? No? No? Do you want some bananas? No? Why not? Oh, do you want some bananas? No? Do you want some bananas? No, okay. Why not? Don't you like it? No. Oh. Ze houdt niet van bananen. Do you want some bananas? No, thank you. Why not? Ja, wat een banaan? No. Niemand wil bananen. Ik snap het niet. Ik vraag alleen maar, wil je een banaan? En dan, no. 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 Gewoon no. No. You want some bananas? Oh, niemand wil een banaan. Wat kan ik nou doen? Hier, ik denk dat die vrouw daar wel iemand wil. Want je een banaan? Oh. Ik zei het in het Nederlands. Misschien is dat ook wel leuk. Zal ik het in het Nederlands proberen? Ik ga het gewoon in het Nederlands proberen. Wilt u een banaan? Wat zei ze? Wilt u een banaan? Ja. Ze begrijpen het alsnog, hè? Maar alsnog zeggen ze nee. Dus dit werkt gewoon niet. Wil je een banaan? Nee. Wil je met een banana? No? Wil je misschien een banaan? Ze zijn heel geel en dat vinden mensen wel een mooie kleur. En ja? Nee? Oh. Ah! Wil je met een banana? What are you doing? I'm giving bananas. Why? Because it's heel goed. Yes! Thank you, thank you! Het is gelukt! Het is gelukt, joh! Yes, yes, yes! Nou, hoef ik iets meer in de bananen te dragen. Ik ben blij. Ik probeer nog eentje te verkopen. Nee, weg te geven. You want a banana? It's free. Oké, okay. You want a banana? No? You want a banana? Oké. Okay. Oké. Okay. Banana, it's yellow. En jouw bus is ook geel. Oké. Okay. Hier is iemand, bro. You want a banana? Oké, okay. De vrouw vond ik wel aardig die toch de banaan aannam. Ik hoop dat ze hem lekker vond. Yeah. Yes.